Ik ben Stijn, ik ben 23 jaar en ik heb een geheim. Ik ben nog niet verder gekomen dan honk 1. Oftewel, ik heb nog nooit iemand afgetrokken, gepijpt of seks gehad. Ik weet dat het niet vaak wordt toegegeven. En ik vind het fucking eng om dit te zeggen. Maar ik ben nog maagd. Ja, dat had ik ook niet verwacht. Vroeger dacht ik dat ik in mijn studententijd los zou gaan en nu heb ik op mijn 23ste nog steeds geen seks gehad. Het is niet dat ik geen behoeftes heb, het is er simpelweg nog nooit van gekomen. De gemiddelde leeftijd om op maagd te worden is 18,5. Dus blijkbaar ben ik al 5 jaar over tijd. Tenminste, zo voelt het. En ook alsof ik de enige ben. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Van de 21 tot 24-jarigen is 1 op de 5 nog maagd. En van de mannen in die leeftijdscategorie is dat zelfs 1 op 4. Dus stel, je hebt 8 vrienden, dan zijn minstens 2 van hen nog maagd. Maar waarom heb ik deze verhalen nog nooit gehoord? Waarom is maagd zijn blijkbaar zo'n taboe? De komende weken stel ik mezelf de vraag, moet ik ontmaagd worden? En om hierachter te komen ga ik in gesprek met andere maagden. Eén daarvan is de 24-jarige Joey. Hij is helemaal klaar met zijn maagdelijkheid en laat zich daarom vandaag op dit bed ontmaagden door een escort. Hey man. Hey. Hoe is het met de zenuwen? Weinig, gelukkig. Weinig? Ja, gelukkig ja. Nou, fijn. Ik heb wat voor je meegenomen. Top. Komt misschien nog van pas. Denk het wel, ja. Is wel handig. Zeker. Ja. Hey, Joey. Wij zijn allebei bijna even oud. Ja. En maagd. Zeker, ja. En jij wil daar vandaag vanaf. Ja. Waarom? Ik zou het gewoon heel graag een keer willen ervaren. Hoe het is. En de maatschappij vraagt wel een beetje om. Ja, vind je dat? Ja, inmiddels wel, ja. Hoe merk je dat? Vrienden om me heen. Het is natuurlijk de normaalste zaak, seks. Maar het is toch wel vervelend als je er niet mee kan praten. Of je voelt je wel een beetje buiten de groep. Schaam je er nooit voor? Nee. Ik wel, namelijk. Ja? Ja, ik heb wel eens momenten dat ik denk, ik vind het toch net een beetje lastig om het toe te geven. Maar jij dus niet. Oké, nee. Jij wordt ontmaagd door een escort vandaag. Ja. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht heel veel plezier. Ik ben wel blij dat het door een professioneel dame wordt gedaan. Want de eerste keer blijft natuurlijk altijd bij. En die wil ik zo mooi mogelijk maken. Vind je het echt niet spannend? Nee. Nee. Ik wou dat ik dat had voor de eerste keer. Maar dat, dat is... Ik ben heel benieuwd of ik ook zo cool ga zijn. Hey, maar heb je er zin in? Zeker, veel zin in. Ja? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Oh god, volgens mij is ze er. Ik denk het ook. Ga je open doen? Zeker. Hey. Hi. Kom binnen. Dankjewel. Jongens, voordat ik jullie alleen laat, Tess, ik ben heel benieuwd. Hoe verloopt zo'n ontmaagdingsservice? Je bedoelt de daad zeg maar zelf. Mm-hmm. Ja, nou normaal gesproken neem ik het eigenlijk altijd heel rustig aan. Meestal gaan we gewoon eerst elkaar een beetje leren kennen, misschien even in bad. En ik zelf vind het altijd wel prettig om misschien te beginnen met een massage. En dan vraag ik altijd de keuze van vind je het leuker om te masseren of om een massage te ontvangen. Mm-hmm. En eigenlijk vanuit daar werken we zo een beetje naar intiemere momentjes toe. Klinkt goed. Ik wou net zeggen dat klinkt goed. Ja, hebben jullie nu meer zin in als je er ziet? Zeker. Ik had al veel zin. Maar... Ze is heel... nu al helemaal. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe zit het met de zenuwen? Komt nu een beetje op. Dan komt het nu wel. Ja, net was je nog zo stoer. En nu is hij... Ja, nee, ik snap het. Nou jongens, dan laat ik jullie. Top. Ik zie jullie straks weer. Helemaal goed. Hoi, dit is de voicemail van Stijn. Laat je ontmaagding achter na de piep. Het was 1 april 2020. Ik was 18 jaar. En door een meisje die ik had ontmoet op Tinder... ben ik ontmaagd op de achterbak van moeders kleine autootje. Het ging niet per se heel denderend. Maar ja, niet iedereen zijn eerste keer is perfect.
Ik ben 23 en maagd. Vind je dat laat? 23 jaar vind ik niet per se een hele late leeftijd om nog maagd te zijn. We weten dat die leeftijd juist op aan het schuiven is. Het gemiddelde is op aan het schuiven. Dus ik denk niet dat je een groot probleem hebt, nee. Het feit dat de leeftijd van ontmaagding gestegen is naar nu 18,5 ongeveer. Ik vind niet dat mensen vroeg moeten ontmaagd worden of laat moeten ontmaagd worden. Ik vind dat mensen vooral de eerste keer seks moeten hebben als ze zichzelf er goed bij voelen. En als mensen zich er beter bij voelen als ze iets ouder zijn, ja, fantastisch. Ik denk dat er toch wel heel wat mensen zijn die de eerste keer seks hebben omdat ze niet als enige in de klas nog maagd willen zijn of als enige in de vriendengroep nog maagd willen zijn. Dus het feit dat die leeftijd een beetje opschuift, ik hoop wel dat dat erop wijst dat mensen minder toegeven aan groepsdruk en dat het meer echt een bewuste keuze is. Dus in dat opzicht zou het iets positiefs kunnen zijn. Maar op zich heb ik daar niet echt een oordeel over. Ik denk gewoon dat mensen seks hebben als ze er zin in hebben. Nou jongens, ik heb jullie niet voor niets uitgenodigd hier. Want jullie hebben wel al een eerste keer gehad en ik niet. En ik ben heel erg benieuwd. Van 1 tot 10. Wat voor cijfer geven jullie je ontmaagding? Oh. Min 1, oh 6,5, een 3 en een 0,1. Nou jongens. Iedereen is heel enthousiast, zie ik. Nou, dat belooft wat. Jij hebt een 0,1, Romy. Yes. Waarom? We hebben letterlijk 30 minuten lang zitten proppen. Nee, oh. En het ging gewoon niet. Het ging googlen. Oh. En toen kwam er naar buiten dat het waarschijnlijk vaginisme was. Vaginisme is het samentrekken van je bekkenbodemspieren. En het kan er dus eigenlijk tot resulteren dat je geen penetratie kan verdragen of überhaupt mogelijk is. Of met heel veel moeite. Maar je merkt wel het moment dat je zeg maar het gaat verwerken en langzaam ouder wordt en het een plek kan geven, dat het steeds meer draagzamer wordt. Nee, dit was gewoon dan denk ik van ja, daar begonnen. Toen dacht ik, oh, dit vind ik wel leuk. Maar dan was het natuurlijk niet nog de 10 die ik het nu soms wel kan geven. Ja, heb je wel eens een 10 gehad? Ja, sowieso. Wel echt. Met mijn vorige vaste relatie. Oh, ik zou hem bijna gaan bellen. Oh. Raisha, jij geeft het een 5,9. Voor mij was het zeg maar mijn eerste relatie met een vrouw. En zij is vaker met vrouwen geweest. Dus voor mij was het zeg maar allemaal nieuw en zo. It was crazy. En zij was gewoon, ze wist wat ze deed. En ik was gewoon van, en toen ging zij dus naar beneden, zeg maar. En ik was van, what the fuck. Wanneer je seks hebt met een man, je weet een soort van wat er gaat gebeuren. Je weet toch, hij gaat zijn dik in jou stoppen en dan hebben jullie seks. Je krijgt iets voorgeschoteld, zeg maar. En wat ga je ermee doen? Like, zoek het maar uit welke kant je op gaat. Ja. Maar met een vrouw is het wel lastig, want wanneer ben je ontmaagd, soort van, eigenlijk. Dat is precies mijn vraag. Want ik weet ook niet hoe ik als homoseksuele jongen, ik weet niet wanneer ik kan zeggen, yo pap en mam, ik heb het gedaan. Bij hetero's lijkt het heel duidelijk, bij pik en kut ben je ontmaagd. Maar hoe zit dat dan bij mij? Want ik ben een homoseksuele jongen. Over het algemeen beschouwen we iemand als geen maagd meer of ontmaagd als er penetratie geweest is. Ik vind dat een beetje een problematische definitie. Ik vind dat een heel heteronormatieve visie op seksualiteit. Want ja, penetratie is eigenlijk het minst boeiende deel aan seks. De meeste vrouwen, 80% van de vrouwen, komt niet klaar door penetratie. We weten ook van de homoseksuele mannen, 1/3 van hen heeft geen anale seks. Dus we weten dat penetratie eigenlijk erg overschat is. Dus ik vind het jammer dat daar nog zo de nadruk op ligt. Voor mij zou de term maagd echt afgeschaft mogen worden, omdat ik er ook gewoon geen toegevoegde meerwaarde in zie. Ik ben 40 en ik ben nog maagd. En dat komt omdat ik tot mijn 30ste mijn seksualiteit heel erg heb onderdrukt. Ik durfde nooit echt mezelf te zijn, omdat ik bang was om anders te zijn dan de rest. En sinds korte tijd durf ik pas echt mezelf te zijn en durf ik ook seks te hebben. Alleen dat wil ik ook alleen met iemand met wie ik in een vaste relatie zit. Hallo. Doei. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent ontmaagd, toch? Ja, zeker. Hoe was het? Fantastisch. Je begrijpt trouwens dat ik niet nu bij je op bed ga zitten, hè? Nee, dat snap ik heel goed. Oké, heel fijn. Ja, was het goed? Ja, ik heb heel erg genoten. Wat vond je ervan? In één woord fantastisch. Het gebeurt heel rustig. Het gebeurt heel stap voor stap. Dat is heel fijn. Dus het is niet gelijk boom erop. En duurde het even voordat je klaar kwam? Dat is helaas niet gelukt.
Ik heb er wel vaak bij gezeten, maar uiteindelijk niet gekomen. Dat hoeft ook niet, maar deed hij het wel een beetje goed. Zeker. Ja? Er zit potentie in. Nou, dat is mooi. En was het een beetje wat je ervan had verwacht? Het was beter zelfs. Beter nog? Ja. Nou, ik weet niet welke krachten jij hebt, maar dat klinkt heel goed. Zeker. Ben ik nog wel benieuwd. Zou je mij zo'n ontmaagding aanraden? Absoluut, ja. En waarom? Het gebeurt heel rustig, dus je maakt elke stap ook gewoon echt bewust mee. En je kan zelf aangeven hoe ver je gaat. Dat is heel fijn. Nou, eerlijk, je weet het wel te verkopen. Het klinkt wel goed. Ik weet niet of ik dit zelf ga doen, maar ik ben blij dat het is gelukt. Ik ook. Je bent voel je anders nu? Nog niet. Nog niet? Nee. Je bent nu alleen wel gewoon begonnen met je seksuele leven. Ja. Daar ben ik gewoon onderdeel van geweest. ik ben heel trots ook op je. Dank je. You did it. You did it, Joey. Oh my god, mensen. Goed, de vraag is dus, moet ik ontmaagd worden? Als ik Joey zie, denk ik, nou, hij is er vanaf en is er blij mee. Probleem opgelost. Aan de andere kant zegt Kaat, nee, je hebt tijd genoeg, haast niet, want 23 is niet te laat. Maar waarom is mijn moment nog niet gekomen? Misschien ben ik nog maagd door mijn gebrek aan seksappeal. Tijd om dat omhoog te krikken en wie kunnen me daar beter bij helpen dan de Girls of Holland? Volgende week zie je me shinen in een kinky performance.